vind het eigenlijk voor een uitvoerder vandaag een vanzelfsprekendheid dat men zich bezighoudt met de muziek van de 20e eeuw. Dat is het tot op vandaag in 2014 nog niet altijd voor veel uitvoerders. Maar het festival heeft daar duidelijk in Vlaanderen een voortrekkersrol in gespeeld om die vanzelfsprekendheid op het podium te zetten. Het festival heeft vanaf het begin gezegd, dit is de muziek van uw tijd. Soms moeten mensen dingen horen of zien voor ze een passie kunnen ontwikkelen. Dus informeren is onze voornaamste taak. Eind september brengen wij met het Schoenvaartstrijktrio het pianokwartet van Karel Schoenvaart. Dit stuk heeft als basis de nieuwsberichten van die concertdag. Die opnames worden gemaakt in het begin van de dag en dan zullen wij, het Schoenvaartstrijktrio en ikzelf, met de muziek van Karel commentaar geven op die nieuwsberichten. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de muziek van Karel Huivaerts pakweg binnen 50 jaar herontdekt wordt. En ik ben er ook zeker van dat dan in de muziekgeschiedenisboeken zal staan. De muziek van Huivaerts werd nagenoeg vergeten, behalve door het festival van Vlaams-Brabant. Had Huivaerts misschien iets van dat moeste Vlaamse werkende karakter? Aan de andere kant was het iemand met een enorm brede geest en die enorm open stond voor allerlei soorten muziek, allerlei soorten invloeden. Avontuur van Karel Huivaerts, wat sindsdien in Vlaanderen nooit meer is gespeeld. Dus we spreken over 1996. Zo'n uitdagingen worden bijna door geen enkele organisator aangenomen om vier concerti met vier 20e eeuwse stukken, waarvan toch twee ongekende, de Hartman en de Huivaerts zijn nagenoeg ongekend voor het publiek, van die op één avond te brengen. Wat mij ook in elk van die concerten opviel, is dat de mix van het publiek tussen jong en oud, dat die zeer gezond is. De kwaliteit van het luisteren was ook in al die concerten zeer groot. Leuven mag fier zijn op dit festival, dat we zoveel moois hebben kunnen doen. Thank you.